Frame voor de, tussen aanstekens, de gewone renner, de toekomstige helden. Maar het is ook voor de topsporters die dadelijk hier gewoon een paar dagen het onderste uit de kan moeten halen. Om als... De veilige wieleromgeving heeft natuurlijk een bredere functie dan alleen maar Sittard-Geleen. We staan hier niet voor niks in de sportzone Limburg in Sittard-Geleen. Dus wat dat betreft is het geweldig om de naam van die wielrenner aan deze veilige wieleromgeving te mogen koppelen. En dat hebben we, dat heeft hij zelfs net gezegd, die naam hebben we al van hem gekregen, om het zo maar te zeggen, voordat hij aan de Giro begon. Dus ook voordat hij de Giro Italia van dit jaar winnend heeft afgesloten. Dus wat dat betreft mogen we daar ook super trots op zijn dat die vooruitziende blik ook van hem gesymboliseerd is in de naamgeving. Ik ben al lang blij dat er zo'n mooi initiatief in Limburg tot stand is gekomen. Dat is echt super mooi. Het is van de Limburgse jeugd en dat draag ik een heel warm hart toe. Wel een beetje voordeel van, want hij heeft zelfs het initiatief ondertekend. Ja, daarom. Dat is ook goed, omdat hij het belangrijk vindt in de begeleiding van de jonge wielrenners en de faciliteiten eromheen, om zo'n veilige wieleromgeving zoals deze ook aan die jeugd te kunnen aanbieden, zodat zij hun talenten kunnen uitbouwen en ervoor kunnen zorgen dat hij ook in die zin een opvolger krijgt. Maar dat moet je ook altijd doen. Je moet altijd zorgen voor je opvolger. Ik denk dat, mijn mening over hoe het is gesteld in Limburgse wielrennen, dat is vrij goed de laatste jaren. Maar ik ben altijd voorstander geweest van dit jaar. Dat is er nu eindelijk gerealiseerd en geweldig. Gaat team Sunweb hier in Sittard ook vaker trainen op dit mooie complex? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel, wij doen al veel als team met de provincie Limburg en met de sportzone hier in Limburg. Er zijn al wielrenners van ons die al een tijdje hier in Sittard-Geleen wonen. En dat doen we zeker. We hebben een financiële bijdrage geleverd aan de plannen die de gemeente bedacht had. En daar is het echte werk gezet. Op verzoek natuurlijk van de wielerclubs. Die met de voeten op tafel geslagen hebben, die hebben gezegd dat is gewoon nodig in deze tijd.